Dank u wel. Het is al laat op de avond, dus ik dacht we gaan beginnen met een filmpje. Filmpje uit, ik ga het niet de goede oude tijd noemen, het is uit de oude tijd. En het is een voorbeeld van het thema van vandaag. Het duurt een kwartier, we gaan er een kwartier naar kijken, maar dan zijn we direct ook in de stemming en dan weten jullie direct waarover dat ik eigenlijk wil praten. Pour ne rappeler qu'un fait précis, c'est sur les bords de ce fleuve
loua là-bas, au marché de Niangwe, que Livingston y massacrait 450 femmes par les esclavagistes. Écrivirent la page la plus pathétique de notre histoire africaine. Gontier, Danis et 20 autres délivrèrent le Maniema de ces tyrans esclavagistes. La construction de dispensaires et d'hôpitaux. L'utilisation rationnelle des sources. Et se livrent paisiblement à leurs travaux, en particulier à la culture du coton, avec des possibilités de bien-être et de progrès sans cesse accrues. Le père Scolaire s'est dévoué pendant un demi-siècle à
la mission de Kasongo. Pendant un demi-siècle également, Sœur Marie-François d'Assise a donné aux populations islamisées l'exemple de la charité chrétienne. La gratitude et l'affection de toute la population, que d'émouvants souvenirs ont alors défilé sur l'écran du passé. Mais c'est la vision de l'avenir, d'un avenir heureux, qui fait vibrer les actions de grâce du Père Skonaï. Monseigneur Claire, le vicaire apostolique de Kasongo et le vice-gouverneur évoquent les progrès admirables que l'administration et la mission ont mené de pair pendant un demi-siècle. Et puisque le père Skonaï et la sœur Marie-François d'Assise ont été les artisans de ce progrès pendant 50 ans, ils reçoivent des distinctions et des cadeaux qui préfigurent la récompense que Dieu réserve à ses bons ouvriers. Du sergent de Brenne et de tous les héros de la campagne anti-esclavagiste. C'est leur sacrifice qui libéra le Maniema de ses chaînes pour le placer sous l'égide de la Belgique. Le dernier mot est à la jeunesse, parce que c'est à elle de construire l'avenir avec l'aide et la bénédiction de Dieu. Thank you.
dat roept, dat filmpje bij jullie op. Kennen jullie het genre? Noord-Korea. Noord-Korea? Ja, die parades op het einde. Inderdaad, de missionarissen misschien wat minder, maar ja. Noord-Korea, het communisme, zelfs Nazi-Duitsland. Ja. Andere zaken? Dus de disciplinering die daarin zit? Andere zaken? In het narratief? Wat werd er vooral benadrukt? Ja. Wie de helden waren, de verlossers? De bevrijders, ja. En van wat bevrijden de Belgen, de Congolezen? Of de Congolezen daarin, Maniema en Kasongo? Ja, dus de Arabische slavendrijvers, die daar in de 19e eeuw vanuit Zanzibar en Oman mensen gingen gaan halen om op de slavenmarkten in het oosten van Afrika en in de Arabische wereld te verkopen. En de Belgen hebben daar een einde aan gemaakt, hebben oorlogen gevoerd tegen die slavenhandelaars op die manier die Arabische slavernij gestopt. Dat is het narratief. Ik ga niet in detail gaan over wat dat er in werkelijkheid is gebeurd. Ik denk dat de meesten onder jullie dat wel weten. Ten eerste, ja, oorlogen, maar tegelijkertijd waren er ook allianties, hè? Zeker met die Tipu-Tip. Wiens graf jullie hebben gezien, Leopold II werkte daarmee samen. Dat was ook een bestuurder in Congo, aanvankelijk, hè, omdat hij die nodig had. En dan de Arabische slavendrijvers zijn verdreven. Maar wie kwam er in de plaats? De Belgen. En als er dan staat, zegt, ja, de wegen waren bezaaid met skeletten, ja, je kan dat ook zeggen over de infrastructuur die de Belgen hebben gebouwd. Ja, dus dat rubberregime van Leopold II heeft ook geleid tot heel veel doden, tot een bevolkingsafname van 1 tot 5 miljoen. Niet alleen door kogels, ook door ontbering, ook mensen die niet geboren zijn in die periode, omwille van al die calamiteiten. Ja, maar dus een duidelijke bevolkingsafname. Geen holocaust, geen 10 miljoen doden, maar toch spreken we hier over een bevolkingsafname van 1 tot 5 miljoen. En ja, daarover dus allemaal niks. Ik ga het niet over koloniale geschiedenis hebben, ik ga mij beperken tot propaganda. Nog zaken? Ja. Er is ook een civilisatorische factor door middel als de Arabieren te uiten als deze orientalistische macht. Versterk je eigenlijk het argument dat de Belgen eigenlijk de Afrikanen tot een bepaald niveau van civilisatie hebben gebracht. Ja. Daarom ook die vergelijking tussen. Dat is één passage waar bijvoorbeeld zegt, we hebben de Congolezen kennis laten maken met christelijke solidariteit. De geïslamiseerde mensen. Geïntroduceerd in christelijke solidariteit, bijvoorbeeld. Ja, maar dus die beschavingsgedachte, dat idee achter het kolonialisme, wordt zeer duidelijk benadrukt. Bij alle andere zaken, dat het eigenlijk ging om macht, om winsten enzovoort, niks daarvan. Ja? De dankbaarheid van de bevolking wordt ook. Ja, inderdaad. Ja, de dankbaarheid van de Congolezen ten aanzien van die Belgische kolonisatoren, die soms ook apart getoond worden. Eigenlijk verraadt het filmpje ook de grote segregatie in die koloniale maatschappij. En zelfs in de muziek zit dat. Ik weet niet of jullie dat opgemerkt hebben, maar af en toe is er Afrikaanse muziek. Maar dan andere scènes, als bijvoorbeeld de bisschop of de apostolisch vicaris spreekt voor de kolonisatoren, alleen de witte, de Belgen, dan was het Europese muziek. Ja, dus die segregatie zit ook daar. En dan komen we weer met de jeugd en dan zitten we in toestanden die deden denken aan Noord-Korea. Ja? Ja, dus die katoenproductie. Het zijn allemaal dingen waar ik nog op ga terugkomen. Ik ga het nu al even benadrukken. Inderdaad, de Belgen hebben daar
die katoenproductie geïntroduceerd. En dat heeft welvaart gebracht voor de Belgen. Voor de Congolezen een vraagteken. Naar het einde van de jaren 50 toe was Congo niet meer in staat om zichzelf te voeden. Dus een land, een gebied dat dat altijd wel heeft kunnen doen, werd verplicht om bepaalde teelten te gaan cultiveren, bijvoorbeeld katoen, om die dan te gaan verkopen. Niet aan de marktprijs, maar aan een voordelige prijs aan de Belgen, die dat dan meenamen naar Europa en verder verwerkten en daar verdere winst uit maakten. En ondertussen, ja, dat ging ten koste van de normale landbouwproductie van voeding. Dat moest dan plots geïmporteerd worden. Dus zoveel welvaart heeft die landbouwvernieuwing niet gebracht voor de Congolezen. Allemaal niks daarvan natuurlijk. Hè. We zien hoe dat ze geld krijgen. En hoe dat ze blij zijn. Alhoewel dat je af en toe toch ook wel argwanende en vragende gezichten ziet. Alleszins niet altijd gelukkige mensen. Ja? Naar het einde toe is inderdaad de schadende tendens. Maar in de invalshoek die wordt er ook wel benadrukt dat natuurlijk een soort van natuurstatus is ontstaan. Dat kindje dat op een rivier zwemt, beelden van de antilopen die terug rondlopen en zo, dan de dansen zonder uniform, zonder gedisciplineerd te zijn. Ja, er is dat contrast tussen de stagnatie. De natuurgebondenheid, de achtergesteldheid van de Congolezen en dan de moderniteit, de beschaving enzovoort die de kolonie brachten. De Congolezen lopen blootvoet. Dus je kan zeggen ze staan dicht bij de natuur, maar dat werd ook gezien als een achtergesteldheid. En daarin brachten de Belgen opnieuw die beschaving, die moderniteit. Dus een filmpje met een heel duidelijke boodschappen, die wij de dag van vandaag nog altijd goed begrijpen en goed zien. Een filmpje, ja, wat misschien eerst moeten introduceren, dat is gemaakt, maar dat hebben jullie wel al doorgehad, door de Witte Pater, dus dat is een missiecongregatie, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de oprichting van die missie in Kasongo in Oost-Congo. Een filmpje, ja, van een genre waarmee dat, laten we zeggen, jullie grootouders zijn, ja, opgevoed, onderwezen, groot geworden. Dat is het beeld dat jullie grootouders in de jaren 50, maar eigenlijk ook nog, dat bleef dan hangen in de jaren 60, ja, kregen over Congo. En zoals jullie zien, hè, zoals jullie het doorhebben, is dat zeker geen realistisch beeld. En dat is eigenlijk pure propaganda. En dus daarover wil ik het vandaag even hebben. Propaganda op zich betekent, ja, de productie en de verspreiding van informatie. Informatie die vaak gekleurd of onvolledig is, maar daarom niet altijd fout. U ziet dat hier ook, dat is geen heel fout beeld, dat was daar allemaal zo. Maar natuurlijk, het narratief daarachter, het discours daarachter is zeer gekleurd. Propaganda heeft ook een functie en dient om een bepaald instituut, en dat kan een land zijn, dat kan een ideologie zijn, dat kan een systeem zijn, te gaan helpen, te gaan legitimeren, te gaan verdedigen, of omgekeerd ook om een meer een vijandig instituut te gaan hinderen, te gaan zwart maken. Maar dat is hier natuurlijk niet het geval. Propaganda heeft een negatieve connotatie. En vooral sinds de 20e eeuw. Uiteraard omdat wij vandaag de dag propaganda associëren met totalitaire regimes. Noord-Korea is gevallen, communisme, kan ook nazisme. Dat is hier ja, ik heb Russische vrienden. Dat is misschien echt fout, ja, enfin, op zich niet fout.
Maar die dus geïndoctrineerd zijn door wat dat er in Rusland gezegd wordt. En een paar dagen geleden was het de dag van de overwinning en dan krijg ik nog altijd op, via WhatsApp zulke postkaartjes. Dat is ook propaganda. Dus dat is ook in een totalitair regime. Het is een probleem apart over hoe ik daarmee moet omgaan, maar daarover hebben we het vandaag niet. Dus propaganda als ja, een associatie met die totalitaire regimes, maar ook al in de Eerste Wereldoorlog werd, of vooral sinds de Eerste Wereldoorlog, werd propaganda negatief gezien. En dat is omdat ja, ook westerse landen allemaal oorlogspropaganda verspreiden. En omdat men door had dat dat gekleurd was, dat dat onvolledig was, dat dat een bepaald doel had. Je hebt dus ook koloniale propaganda. En daarover hebben we het vandaag. Ik ga voorbeelden geven. Ik ga dat bespreken vanuit een aantal invalshoeken. Maar een discussie over de koloniale propaganda is ook interessant, omdat het kan aansluiten bij academische debatten. Een oud debat, intussen al een achterhaald, is de vraag ja, of dat België nu een modelkolonie was. Nee, ik dacht dat, maar dat is het natuurlijk niet. Nee, of de meest verfoeilijke kolonisator, de slechtste leerling van de klas. Zeker in bepaalde periodes, zeker op bepaalde vlakken. Propaganda, of een studie van de koloniale propaganda, leerde ons ook iets in het debat of dat België een reluctant imperialist was. Dus een koloniale mogendheid die, ja, waar dat de samenleving eigenlijk weinig betrokken was bij het koloniale project. Een kolonialisme dat vooral uitging van een politieke, een economische, kerkelijke, wetenschappelijke elite, maar niet zozeer het gewone volk, dan wel of België een convinced imperialist was. Waarbij dat dus ja, de massa overtuigd was van het welzijn, van het goede van het kolonialisme. En als je propaganda bestudeert, ja, dan zie je dat convinced imperialism eigenlijk ook op België slaat. Terwijl dat de literatuur lang heeft benadrukt dat België meer een reluctant imperialist was. Ook in het debat was er nu great forgetting over Leopold II, dan wel lasting impact, moeten we het niet zo noemen. En dat is dan dus de Great Forgetting is van Adam Hochschild, die vooral benadrukt dat België dat lang is vergeten wat er onder Leopold II is gebeurd. Matthew Stannard, een Amerikaans historicus die een boek heeft geschreven, of enfin, verschillende boeken, maar één echt specifiek over koloniale propaganda, zegt ja, die Great Forgetting dat is eigenlijk niet de juiste term. We moeten spreken over een lasting impact van die koloniale propaganda. Want veel van de dingen die in dat filmpje zitten, zitten ook nog in de hoofden van nogal wat Belgen. Omdat zij niks anders gehoord hebben. Niet alleen die filmpjes natuurlijk, maar ook veel andere zaken. En vandaag ga ik het vooral hebben over de vele kanalen waar dat die propaganda, of langs waar die propaganda werd verspreid. We gaan het daarna hebben over de actoren, wie dat daar allemaal achter zat. Dan eventjes over de inhoud, alhoewel dat we dat eigenlijk daar juist al hebben grotendeels besproken met dat filmpje. Het zijn altijd dezelfde elementen die terugkomen. En dan ook over het belang en de erfenis van die propaganda. Dus eerst de kanalen. Het is een overzicht, niet exhaustief, niet volledig, maar wel een breed overzicht om jullie een idee te geven via hoeveel kanalen, via welke manieren, welke media die propaganda allemaal werd verspreid. Musea op de eerste plaats. En dan denk ik aan het museum in Tervuren, maar bijvoorbeeld ook een museum in Namen. En die musea die dienden niet om een objectief beeld te schetsen van Belgisch Congo of Centraal-Afrika. Nee, die hadden een duidelijk propagandistische functie. Daar stonden ook, daar staan nog altijd beelden, want ze maken deel uit van het erfgoed. Stonden staan beelden voor de beschaving, die de beschaving verheerlijken.
Een eremuur van alle Belgen die tussen 1885 en 1908 zijn gestorven. Doe, dat is een celebratie van de Belgische kolonisator. En een ontkennen van de veelvouden aan Afrikanen die zijn gestorven. Niet alleen musea, maar ook tentoonstellingen. Kleine tentoonstellingen in missiehuizen, in scholen enzovoort, wereldtentoonstellingen. Jullie kennen waarschijnlijk die van 1897 in Brussel, maar je hebt ook 1894 in Antwerpen, je hebt 1913 in Gent, je hebt 1930 in Brussel, je hebt 1958. Dat is hier een foto van 1958. Ook daar was er nog een mensenzoo, waarbij dat er een Congolees dorp werd nagebouwd en waar dan mensen konden gaan kijken. En mijn schoonvader bijvoorbeeld, die is daar als kind naartoe geweest en die herinnert zich nog dat hij daar bananen heeft naar gesmeed. Toen was dat normaal. Niet voor de Congolezen, die zijn het uiteindelijk afgetrapt. In 1897 zijn ze gebleven, konden ze niet weg, maar in 1958 waren ze beu en eigenlijk is die expo een katalysator geweest, een van de katalysatoren in de onafhankelijkheidsbeweging van Congo, 2 jaar later. Quinzaine koloniaal, zoals de naam het zegt, elk jaar 2 weken die specifiek werden besteed aan de kolonie in het interbellum. Hier een poster, dat is geen Belgische Quinzaine, maar één in Frankrijk. Maar waar dus allerlei activiteiten werden georganiseerd, jaarbeurzen, tentoonstellingen enzovoort, om opnieuw de kolonie en de verwezenlijkingen van de kolonisator in de verf te zetten. Via het onderwijs, een heel belangrijke manier om propaganda te gaan voeren. Ook daar, alle Belgische kinderen kregen een bepaald beeld van de koloniale geschiedenis. Enkele kopieën hier uit een handboek, dat is verschenen in 1955, ten behoeve van de eerste klas der Athenea en van de gelijkgestelde klassen van de colleges en van het normaal onderwijs. En dan zie je, het is altijd hetzelfde. Dus de verwezenlijkingen, de economische uitrusting van Congo ontwikkelde zich zeer snel. Ten koste van bovenmenselijke inspanningen werd dat spoorvak Matadi die Leopoldstad. En dan een oplossing. Leopold II steunde de onderneming met zijn persoonlijk vermogen dat daardoor in 1890 angstwekkend geslonken was. En dan protesten vanuit Engeland. Het gouvernement van de staat heeft nooit ontkend dat er moorden en misdrijven, ik zit al helemaal onderaan, misdrijven in Congo gepleegd werden. Dus ze erkennen dat wel, maar zeggen dan ook dat de Engelsen eigenlijk niet veel beter waren. De campagnes tegen de Arabische slavenhandelaars, de Mahdisten, de Batetela's, opnieuw die typotip. En enkele anderen, ten koste van heldhaftige opofferingen, behaalden ze een volledige overwinning. En dan werden, dan is het over de Mahdisten in Soedan. En dan de overdracht van de onafhankelijke Congo-staat. Reeds in 1889 had Leopold II zijn uiterste wilsbeschikkingen openbaar gemaakt. Alsof dat Leopold II toen al wou dat Congo uiteindelijk van België zou worden. De overdracht gaf in 1895, in 1901 en in 1906 aanleiding tot hevige discussies. Maar dan uiteindelijk is dat gebeurd in 1908. Maar dus niks over die handenkappen, niks over die afgekapte handen enzovoort. Het is alsof dat Leopold II dat eigenlijk vroeger al wou, maar dat bepaalde politieke partijen daartegen waren. Het is een volledige verdraaiing van de feiten. Onderwijs zit er niet alleen in schoolhandboeken, maar bijvoorbeeld ook in allerlei buitenschoolse activiteiten. Dat is hier een artikel uit de Gazette van Antwerpen van 1952. En dat gaat over de oprichting van een standbeeld voor Monseigneur Roelens in Aardooien. En dat is een missiebisschop, apostolisch vicaris,
die een standbeeld krijgt begin jaren 50. Roert iets in Vlaanderen. De zoveelste van Vlaanderens grote zonen krijgt wel een razend standbeeld. Monseigneur Roelens, de moderne Sint-Anand, dus de reus van Congo die gedurende 55 jaar het beste van zijn geniale krachten aan de beschaving en de bekering van de inlanders wijde. En dan gaat het erover de mobilisatie voor dat standbeeld. Want dat moest natuurlijk gefinancierd worden. De aardooien zal de herinnering aan hem in brons vereeuwigd worden. Daar immers groeide hij op tot de grote apostel die het licht vanuit Vlaanderen naar Congo droeg. Duizenden Vlamingen zullen er samenstromen tijdens de grootste huldeplechtigheden op 15 augustus. Maar dan, hoe moet dat gefinancierd worden? De wakkere KSA-mannen zetten weldra de grote tocht in om overal de penning te gaan innen. Dus ze hebben een munt gemaakt en ze gaan die verkopen en met de opbrengsten daarvan wordt dat standbeeld gefinancierd. Een penning die het mogelijk moet maken dat standbeeld op te richten. Het wordt een algemene hulde. In ieder huis wordt een Roelensfoto afgegeven. Een portret van de adellijke Vlaming van nederige afkomst en overal wordt 1 frank gevraagd. Is die actie niet sympathiek? De leuze wordt gelanceerd, elke Vlaming zijn Roelens per frank. Men mag ook meer geven, maar doe er alstublieft 1 frank bij. Een woonwagen, omgetoverd tot een prachtige Roelens tentoonstelling, reist van college tot college. Daar leren de studenten de grote missiebisschop beter kennen. En dan, met jonge moed en wakkere bezieling, de baan op. Maar het wordt geen schoolpartij. Die jongens zullen opgewacht worden. Met ongeduld, omdat alle Vlamingen het als een nationale plicht aanzien dat standbeeld te helpen oprichten. Begin jaren 50, nog maar 70 jaar geleden, in een krant die nog altijd bestaat. Je voelt direct een compleet andere mentaliteit, een heel ander discours. Het is natuurlijk ook ja, Vlaams, het is katholiek. Enzovoort, maar dus ook zeer koloniaal. En ook dat maakt deel uit van die propaganda. Die mobilisatie voor die standbeelden. Die tentoonstellingen in colleges, ook dat is onderdeel van het onderwijs. Zo zijn we bij de monumenten. Bij de openbare ruimte die bekend is. We weten allemaal van de standbeelden voor Leopold II. Bijna 20, hè, waarvan de bekendste op het Brusselse troonplein, de schaduw van het Koninklijk Paleis, en op de Oostendse Zeedijk staan. Maar er zijn er nog veel meer. Hè, in het Jubelpark bijvoorbeeld, een koloniaal monument. Lippens en de Bruyne, de 2 militairen die gesneuveld zijn in Kasongo en vermeld werden, die hebben een standbeeld op de Zeedijk in Blankenbergen. Enzovoort enzovoort. Hè. In Vialsalm bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie dat weten liggen, dat is in het noorden van de provincie Luxemburg, heb je een Congo-monument, maar dat is dan met een trap en dan heb je daar verschillende plaatjes voor allemaal mensen uit de Ardennen die gesneuveld zijn of gestorven zijn in het Congo van Leopold II. Le Cercle Royal Africain des Ardennes aux combattants des campagnes d'Afrique. En dan denk je, ja, dat is in Vilsand. Nee, dat staat ook in Leuven. Op het kerkhof van Leuven heb je ook een huldebord. Opnieuw voor. Wacht even, kan ik het hier? Ja. Die voor Congo-inlijving. Bij Belgisch november 1885 in Afrika ten offer vielen aan het Congolees werk. Ik kan het niet helemaal lezen, de zon staat verkeerd of het zit in de schaduw. In elk geval, dus op het kerkhof, ook een monument of een herdenkingsplaat voor alle Leuvenaars die zijn gestorven tussen 1885 en 1908. Al die monumenten zijn het resultaat van een bewuste campagne, een propagandacampagne. In het interbellum, om Leopold II en zijn Congo-vrijstaat of zijn onafhankelijke Congo-staat te rehabiliteren na de internationale kritiek die geleid had tot de transformatie tot Belgisch Congo.
Dus voor een rehabilitatie, maar tegelijkertijd ook een legitimatie van het koloniale regime. En dus werden alle steden en gemeenten gevraagd om hulde te brengen in de openbare ruimte voor de zogenaamde Congo-pioniers. Net zoals dat ook de soldaten, dus de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, werden herdacht via een monument. En als gevolg daarvan heb je in de Belgische openbare ruimte, de dag van vandaag, nog honderden van die standbeelden en herdenkingsplaten. En anno 2023 nog altijd geen één monument dat verwijst naar een Congolese verzetsman, of naar de Congolese slachtoffers van het koloniale regime. De publieke ruimte in België is nog altijd, 2023, wit. Niet alleen monumenten, ook straatnamen. En de bordjes komen zo nog uit de koloniale tijd. De Koloniestraat ter herinnering aan de inlijving van de Congo in 1908. Die Koloniestraat bevindt zich tussen het Centraal Station en de Wetstraat in Brussel. Het kan niet centraler. Geen haan die daarom kraait. Enfin, jawel. Maar geen politicus die zich afvraagt of dat niet eens moet aangepast worden. In Anderlecht, het square der koloniale veteranen ter ere der oud-medewerkers aan de Congo-stichting. De naasting van Congo. Een soort van beschavingswerk. En dan denk je, ja, maar dat is Brussel. Nee, ook in Leuven heb je de Leopold Rulensstraat. Een koloniaal, in Kesselhoofdstraat ligt die, en niet de Rulensvest, maar ik denk dat het wel van dezelfde familie is. Een koloniaal die in 1899 is gestorven in Congo. Niet alleen die monumenten, maar dus ook de inhuldigingen. Je hebt dat daar juist gezien bij Rulens. Ook de oprichting van die standbeelden, dat ging gepaard met veel festiviteiten, bijvoorbeeld in Hamme voor Pater. Ja, ik heb veel voorbeelden van missionarissen, omdat ik zelf werk over missionarissen, maar met een plechtige hoogmis, met pontificale assistentie, een grote optocht, een onthulling, een feestreden, een slotwoord en dan het openluchtspel Kaya-Kaya. Dat is van de kannibalen. En opnieuw dus om te tonen hoe dat Pater Vertente daar beschaving bracht. De media. Onder Leopold II zelf, dus in de periode 1835-1908, was de media eigenlijk het belangrijkste propagandakanaal. Leopold II had agenten die onder dekmantels publiceerden en propageerden voor de kolonie. De andere kanalen is meer van de periode nadien. In het onderwijs tussen 1885 en 1908 was er nog niet veel aandacht voor de kolonie. En dus de media, ja, tijdschriften, soms ook echt specifiek over Congo alleen, met opnieuw die klassieke foto's. En dan zitten we bij fotografie. Dus ook heel veel koloniale foto's. Hier is bijvoorbeeld een familie van Evolué, om te tonen hoe dat bepaalde Congolezen aan het opklimmen waren in de hiërarchie, in de sociale ladder van de beschaving. Film. Ik heb een voorbeeldje gegeven, maar er zijn er dus veel meer. En bijvoorbeeld Bwana Kitoko, dat is een van de bekendste propagandafilms, werd ook in de cinema getoond. Hier linksboven op de print rechts, cinema in Leuven, Voyage Royal. Dus dat is over de reis van koning Boudewijn in 1955 naar Congo. En opnieuw, vooral, het is hetzelfde genre van film als we daar juist gezien hebben. Radio en televisie. Natuurlijk meer naar de tweede helft. Televisie vanaf de jaren 50, radio een paar decennia vroeger. Maar je had dus zeer stichtende programma's waarin dat paters en nonnen uitleg gaven over hun missiegebieden. In dezelfde taal, met dezelfde beelden, op dezelfde manier als het filmpje van daarjuist. Literatuur, heel veel boeken, salontafelboeken, die opnieuw altijd maar propaganda leverden voor de kolonie.
jeugdboeken. Opnieuw hier voor de missionaris. Roman, een jeugdboek. Een Vlaams filmpje, ik weet niet of dat jullie dat nog kennen. Dat is zo'n serie van kort verhaaltjes dat elke week werd uitgegeven door Averboden. En een stripverhaal van Jef Nys. En Jef Nys kennen jullie natuurlijk als de geestelijke vader. Kennen jullie die nog? Jommeke, Filiberke, zegt iets? Ja? Oké, maar Jef Nys heeft in de jaren 60 ook nog een aantal stripverhalen voor missionarissen geschreven. De grote zwartrok bijvoorbeeld, dat is over een jezuïet, Pieter Jan de Smet, die naar Amerika trekt en die daar actief is. Ik moet... ik heb nog tijd tot 19:30. Ja, een beetje wel. En dan, het is dezelfde stijl, hè? Alleen de taal is vandaag een beetje raar. Hè? Ik had mij het, want er zijn missionarissen die toekomen bij een stam van Native Americans. Hè? Ik had mij het onthaal anders voorgesteld. Vreugdekreten en lachende gezichten. Het zijn alleen onverschillige Norse bontgeschminkte tronies. Het opperhoofd is misschien vriendelijker. Het is een halfbloed. Hè? Dus die heeft wat wit bloed. Die gaan misschien wat vriendelijker zijn dan al die andere tronies. Reclame voor commerciële producten. Ook daar werd dat koloniale, zelfs in Leuven heb je het Morinneke. Dat is natuurlijk, dat is al een meer marginaal voorbeeld van koloniale propaganda, maar toch toont hoe dat beeld ook van zwarten in de dagdagelijkse realiteit zichtbaar was. Postzegels, penningen. Daar zien we bijvoorbeeld een medaille voor de missionaris. En hommage au Père Combier, premier missionnaire belge, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, heel veel kanalen. Die koloniale propaganda kwam er op allerlei manieren. Wie zat daarachter? Wie zijn de actoren? Verschillende. En die dat dan afhankelijk van elkaar deden, maar wel allemaal hetzelfde narratief hanteerden en elkaar dus versterkten in die beeldvorming. De staat. De staat had eigen propagandabureaus. Een office colonial. Of een office d'information, dat was in Congo zelf. Er was ook bijvoorbeeld een commission coloniale scolaire, dus die specifiek zich bezighield met de promotie van de kolonie in het onderwijs. En die bijvoorbeeld prijzen uitreikte aan leerlingen voor het beste werken over de kolonie. Of die lezingen organiseerde doorheen de colleges. Kijk naar die Roelenswagen, of die Roelens tentoonstellingen die waren. De private sector, dus de zakenwereld. En ja, daar waren ook koloniale belangengroepen, ook zij deden daaraan mee. Er was dus bijvoorbeeld een Ligue du Souvenir Colonel, dus een liga voor de Congolese herinnering. En die werd gesubsidieerd door zakenmensen die actief waren in Congo. En die gaven dan bijvoorbeeld een boek uit en die schonken dat dan aan alle scholen in Vlaanderen, of sorry, in België. Een boek met opnieuw dat typische propagandistische narratief. Missionarissen, daarvan heb ik veel voorbeelden gegeven. Wetenschappers deden daar eigenlijk ook aan mee. Een museum in Tervuren, is dat een wetenschappelijke instelling? Vandaag natuurlijk wel, maar vroeger zeker niet. Het museum was bedoeld om het koloniale project aan de man te brengen. En zij organiseerden de jaarlijkse Journée d'études coloniale. Ja, en dat was opnieuw dat typische narratief. Ook veel boeken, biografische woordenboeken van alle kolonialen of alle grote kolonialen. Enfin, dus die heroïek enzovoort, dat kwam daar allemaal in voor. Dan heel belangrijk ook, les cercles coloniales, Congolese koloniale veteranen. Veel van die herdenkingsborden
Bijvoorbeeld, hier dat is in Tielrode, in Oost-Vlaanderen aan de Schelde, ter ere van een pater die is gestorven in 1907, opnieuw voor 1908, hulde aan de pionier van het Afrikaanse beschavingswerk. Wie heeft dat bordje gezet? De Congolese Herdenkingsbond in 1962. Zelfs na de Congolese onafhankelijkheid werd dat nog gedaan. Rechts heb je een hulde aan de pioniers van het Afrikaans beschavingswerk. En dat zijn mensen die alle drie geboren zijn in Oostakker, dus bij Gent. En ook dat is gezet in 1957 door de Congolese Herdenkingsbond. Met andere woorden, je ziet dus dat verschillende actoren, de oud-kolonialen, de staat, de zakenwereld, missionarissen enzovoort, daar allemaal aan meededen. De inhoud, we hebben eigenlijk al kennis meegemaakt van geproefd met dat filmpje. Ja, dat is natuurlijk een zeer positief beeld van de kolonisator. Die de slavernij gaat bestrijden in Congo, die het christendom brengt, beschaving brengt. Grote hulde aan het genie van Leopold II. Geen woord over de wantoestanden. Ja, misschien af en toe is wat herkend, maar geen details. En zelfs in kleinere letters over de wantoestanden, de miljoenen doden van de rubberterreur. Ook belangrijk, een nationaal Belgische kolonie. Dat hebben we ook gezien met de Belgische vlaggen enzovoort. En dus eigenlijk een miskenning van ja, de rol van buitenlanders, protestantse missionarissen, Zweden, Grieken, Italianen, die zaten ook allemaal in Congo. Geen woord daarover. Belgisch Congo werd voorgesteld als een Belgisch project, als een nationaal project. Ook een zeer mannelijk project. En ook dat is zelfs een militair project. Dus heel veel standbeelden zijn voor militairen en dat komt natuurlijk omdat die militairen zeer actief waren in die eerste periode. Maar dat is opnieuw een verkleuring van de realiteit. Daar waren ook veel vrouwen, missiezusters. Vanaf de jaren 30 waren er meer missiezusters dan missiepaters. Meer vrouwelijke missionarissen dan mannelijke missionarissen actief in Congo. Maar die zijn uitgegond. Die zie je... Ja, niet in de publieke ruimte bijvoorbeeld. Er zijn veel minder monumenten voor missiezusters dan voor paters. Ook de echtgenoten enzovoort. Nee, het is allemaal zeer mannelijk. Wat wordt er gezegd over Congo, over de kolonie? Ja, een ontkenning van de Afrikaanse cultuur, van de Afrikaanse samenleving. Van het Afrikaanse, het Congolese politieke systeem voor de komst van de Belgen. Alsof dat daar allemaal, ja, ze stonden zeer dicht bij de natuur. Het waren, ja, ik durf het niet goed zeggen, maar dat werd gedacht, half dieren. Achtergesteld, stagnatie, dat was daar al eeuwen zo. En dus niks over de verfijnde Afrikaanse kunst. Over de handel die werd gedreven tussen ver van elkaar liggende gebieden. En dan ook, het is ook al opgemerkt, na het filmpje, dankbare Congolezen, onderdanige Congolezen. En dan een absolute tegenstelling, ook dat is opgemerkt, het grote contrast tussen de Europese orde, de discipline, en dan die Afrikaanse chaos. Hier, dat is uit een ander handboek voor het onderwijs. En dan zie je, ja, Leopoldstad in 1884 en Leopoldstad, dus de huidige Kinshasa, in 1956. Niks, een paar hutjes, maar vooral bomen en natuur. En dan in 1956... de geweldige uitbreiding van de hoofdstad van Belgisch Congo. Nu begint men zelfs in de hoogte te bouwen. In 1948 verrees de eerste wolkenkrabber met 7 verdiepingen. Of een appartementsgebouw dus. Maar kom, ze moesten toch indruk maken. Het belang
van die koloniale propaganda is natuurlijk ook heel groot. Het is die propaganda die ja, het beeld over Congo heeft gevormd bij hele generaties van Belgen. Het is die koloniale propaganda die verantwoordelijk is voor het feit dat veel Belgen moeite hebben met wat er vandaag aan het gebeuren is. Die niet begrijpen dat dat eigenlijk allemaal ja, eenzijdig, gekleurd, soms eigenlijk zelfs ronduit fout was. Omdat zij daarmee opgegroeid zijn, jarenlang, decennia lang. En dus kritiek wordt dan gezien als, als ideologisch, als, als eenzijdig, als ondankbaar, enzovoort, enzovoort. Dus een zeer groot belang van die propaganda. Omdat het de enige bron van kennis was. Er was bijna geen toerisme naar Congo. In 1957 10.000 toeristen naar Congo. Dat is weinig. Er waren weinig, sorry, bijna geen Congolezen in België. Voor 1960, zelfs de eerste decennia na 1960. België hield dat tegen. Tegenstelling tot een aantal andere koloniale mogendheden. Daartegenover staat dat musea hoge bezoekersaantallen kregen. Tussen 1908 en 1960 zijn er naar Tervuren 6 miljoen mensen, 6 miljoen, heeft Tervuren 6 miljoen bezoekers gehad. In 1957 alleen, ik denk 176.000, 2% van de Belgische bevolking. Het is een beetje een verdraaiing, maar ja, kom, een lezing over propaganda mag dat even. Nee, het is een verdraaiing omdat er daar natuurlijk ook buitenlandse bezoekers bij zijn. Maar toch om een idee te geven. Veel meer mensen gingen naar Tervuren dan naar Congo. Weinig persoonlijke contacten ook. Zeker niet met Congolezen, maar eigenlijk ook niet met kolonisatoren. Er is zo'n idee dat iedereen wel een onkel Pater of een tante Nonneke had. Maar uiteindelijk in 1959 had een derde, kende een derde van de Belgen niemand in Belgisch Congo. Je kan dat nog altijd, dus dat wil zeggen twee derde wel iemand. Je kan dat veel noemen, maar die een derde, dus het is toch niet zo dat iedereen iemand kende in de kolonie. Ja, en hoe dan ook, dat was dan inderdaad een onkel Pater of een tante Nonneke voor de Vlamingen en een onkel koloniaal administrator voor de Franstalige Belgen. En die natuurlijk ook helemaal doordrongen waren van die propaganda. Dus zelfs als er persoonlijke contacten waren, dat was dan niet om eens kritiek te horen, om een tegenstem te krijgen op wat er in de propaganda werd gezegd. En het gevolg is dus ja, die blijvende impact. Mensen blijven de dag van vandaag verwijzen naar de infrastructuur die de Belgen daar gebouwd hebben. Mocht dat toch niet ontkennen. Nee, inderdaad, er zijn wegen gebouwd en inderdaad, die wegen zijn er vandaag de dag niet meer zo goed aan toe. Maar dat was allemaal in functie van de uitbouw van de koloniale economie. Er zijn wegen tussen Matadi en Kinshasa om te kunnen exporteren, maar er is bijvoorbeeld geen weg, ook geen spoorlijn tussen Kinshasa en Lubumbashi, de tweede grote stad van Congo in Katanga. Landbouw, ja inderdaad, al die gewassen zijn daar geïntroduceerd, maar ik heb het daar juist al gezegd, dat was ook een gedwongen cultuur en mensen waren verplicht om bepaalde teelten te introduceren. En dat was allemaal in het voordeel van de Belgen. Gezondheidszorg. Wij hebben daar toch, sorry wij, niet wij, maar de Belgen hebben daar toch ja, heel veel ziekenhuizen gebouwd. Congolezen gered van allerlei ziektes, slaapziekten enzovoort. Ja en nee. Eigenlijk hebben de Belgen ook ziekten geïntroduceerd. Inclusief de slaapziekten. Die bestond daar natuurlijk al. Maar de Congolezen wisten hoe dat ze dat moesten vermijden. Bijvoorbeeld ver van de rivieren. Of wat op afstand van de rivieren leven. Omdat de rivieren natuurlijk broedhaarden waren van muggen. Maar ja, die rivieren waren ook de wegen van, voor de kolonisator. Dus de kolonisator bouwde wel aan de rivieren. En heeft zo eigenlijk die slaapziekte opnieuw verder uitgebreid.
Eigenlijk, er zijn historici die zeggen dat de Belgen meer Congolezen ziek hebben gemaakt dan Congolezen hebben genezen. En bovendien was de gezondheidszorg in functie van de economie. Alleen ontwikkeld in regio's die van economisch belang waren. Alleen gericht op epidemieën die de economische uitbouw van de kolonie hypothekeerden. Ook een racistische of een gesegregeerde gezondheidszorg met aparte ziekenhuizen voor Congolezen en voor Europeanen. Onderwijs. De Belgen hebben daar toch veel scholen gebouwd. Opnieuw dus die koloniale propaganda. Ja, akkoord, maar dat was een beperkt onderwijs. Eigenlijk bestond dat maar uit 2 jaar. 4 uur per dag, een beetje lezen, rekenen. Ook heel kuis leven, borsten bedekken enzovoort. En dan mochten sommigen wel verder studeren, beroepsonderwijs enzovoort. Maar, dat kennen jullie, pas d'élite, pas d'ennui, pardon, geen elite, we gaan geen elite maken. Want dan hebben we dezelfde problemen als de Britten hebben met Gandhi en de Fransen met Ho Chi Minh. Mensen die allemaal in de jaren, Gandhi in de jaren 1880, Ho Chi Minh in de jaren 1920, in de metropool hadden gestudeerd. Nee, dat willen we zeker niet. En die zich dan keren tegen de kolonie. Dus België bouwde geen hoger onderwijs uit. Begon pas in de jaren 50. En in 1960, dat is bekend, waren er minder dan 20 Congolezen met een universitair diploma. Dus gaan zeggen dat de Belgen daar het onderwijs hebben uitgebouwd, opnieuw, dat is maar een halve waarheid. En belang dus, ja, die decolonisering. Het feit dat die decolonisering zo moeilijk verloopt, heeft eigenlijk te maken met die grote ingeworteldheid van die koloniale propaganda. Tot hier mijn praatje. Als jullie meer willen weten, er zijn boeken verschenen. Bijvoorbeeld Selling the Congo, A History of European Pro-Empire Propaganda and the Making of Belgian Imperialism, van die Matthew Stannard die ik vermeld heb. En er is zelfs deze maand ook in het Migratiemuseum in Brussel een tentoonstelling over de Belgische koloniale propaganda. Tot hier mijn presentatie. Ik kijk uit naar vragen. Dank u wel voor de aandacht.